Wat ontzettend leuk dat er zoveel animo is met het trainingstraject wat ik voor jullie ga uitzetten. Ik kan zeggen, gisteren waren alle dollheads bij ons in het bedrijf al uitverkocht. Maar we hebben er vandaag weer 140 hebben we er binnengekregen. Dus dat zijn de laatste. Dus als je nog een dollhead wil krijgen, zou ik die ook echt zeer zeker bestellen. Maar er zijn een aantal vragen die ik in dit filmpje wil beantwoorden. En hoe dat we het nu precies gaan doen. En ook aan de hand van voorbeeldfoto's. Nou, allereerst zou ik het heel fijn vinden dat je je abonneert op mijn kanaal. Dat je dan onder dit filmpje een duimpje zet. En dat je daaronder ook plaatst, ik doe mee met je naam erbij. Dan kan ik een beetje inschatten hoeveel animo er daadwerkelijk is. Want op deze manier is het voor mij nog wel een beetje moeilijk in te schatten. Nou, de training is geheel gratis. Dat is dus het enige wat ik van jullie vraag, is om te abonneren op mijn kanaal. Duimpje eronder, ik doe mee en je naam. Dan kan ik ook precies zien wie de deelnemers zijn. 4 januari ga ik het allereerste filmpje plaatsen. Nou, we hebben dus die dollhead. Als je zelf een dollhead hebt, prima. Maar de dollhead heeft echt 45 centimeter haar nodig. Ik pak hem er even bij. Deze lengte. En dan ook graag natuurhaar, dat het nog niet geverfd is. Dat het echt gewoon blanco haar is waar je op kan werken. Wat gaan we dan doen? De eerste training. Allereerst gaan we het haar in lagen knippen. En dat terwijl in een V-vorm. Wanneer we dan het haar geknipt hebben, dan zal ik dat stap voor stap met jullie doornemen. Want normaal gesproken, tijdens een training, dan doe ik het als Simon Says. Dus dat wil zeggen, ik doe een stukje voor jullie voor. Ik stop en dan doen jullie het. Op deze manier kan je zelf de video ook het beste inzetten. Dus als ik bijvoorbeeld een afdeling heb gemaakt voor het knippen, dan zet je hem eventjes op pauze. Wanneer je de afdeling hebt gemaakt, dan ga je weer verder in de film. Het zal ook echt wel een film worden die denk ik wel misschien wel een uur en een kwartier gaat duren. Maar dan kan je stap voor stap alles mooi volgen en je zet hem gewoon op stop. Wanneer we dan geknipt hebben, nou, dan snap je al wel, je hebt een waterspuitje nodig, je hebt je scharen nodig, je hebt je klemmen nodig. Dan gaan we naar de kleurtechniek. En ik laat ook een foto in beeld zien dat jullie daadwerkelijk zien welke kleur dat we gaan doen. Ik heb ook alles daar als een grote speakbrief voor me achterop geschreven. Maar het wordt een balayage techniek en een money piece. Toevallig kreeg ik van de week nog een vraag op YouTube dat ze zeiden van ja, maar ik vind het zo moeilijk met die staartjes en ik heb toch nog vlekken en ik heb toch nog strepen. Dus aan de hand van deze techniek ga ik jullie precies stap voor stap meenemen hoe dat je het beste en het snelste deze techniek in de salon bij je in kan zetten. Nou zien jullie hier al producten staan. Ik gebruik namelijk de producten van KISS. Jullie mogen met je eigen merk werken, dat maakt me helemaal niet uit. Het gaat om de techniek, maar ik gebruik de producten van KISS. Nou, wat heb ik nou nodig voor die kleurtechniek? Allereerst heb ik elastiekjes nodig om de staartjes te maken. En dit zijn stevige elastiekjes, maar die ga ik die uitknippen, niet eruit trekken. Dus ik heb ook echt wel een stevig stiekje heb ik nodig. Dan vervolgens heb ik zilverfolie heb ik nodig. En ik vind het zelf altijd prettig werken met transparante folie. Nou, stel je voor dat je die nu niet hebt, dan kan je ook met zilverfolie werken. Maar je kan ook de transparante folie ook bestellen. Ik heb sowieso een colorboard nodig, want zonder het colorboard kan ik niet netjes werken. En dat gaan jullie ook 4 januari in het filmpje zien. We hebben handschoentjes nodig en ik laat deze even heel goed in beeld zien. Dit is een puntkam van Hercules. En waarom vind ik deze zo fijn? Deze is even breed de punt als je folie. En dat vouwt veel sneller en makkelijker je folie. Heb je nou een kortere puntkam? Prima, ook goed. Maar ik geef gewoon tips en tricks door die ik prettig vind. Nou, dan gebruik ik van KISS gebruik ik de Snow White, de blondeerpoeder. Maar ik wil mijn eindresultaat wil ik zo licht mogelijk hebben. Dus ik voeg er wat No Yellow Pro Booster aan toe. Dat gaan jullie ook allemaal 4 januari zien. Dat is een extra violet pigment die het laatste geel onderdrukt. En dan kan je nog net wat lichter uitkomen. Oh. Ik gebruik dan ook de 9% om mijn kleur in te zetten. Dus ook aan jullie, als je met een ander merk werkt, pak gewoon de 9%. Die heb ik echt nodig op de dollhead. Niet altijd op de klant, maar wel op de dollhead. En dan ga ik hem nawassen met de No Yellow shampoo. En dan zal je zien dat je gewoon heel mooi koel ijzerresultaat kan bereiken.
Nou, wanneer we dat dan gedaan hebben, dan is het laatste onderdeel heel erg belangrijk. En dat is het stylen van je dolhead. Ik weet 100% zeker, wanneer jij je dolhead mooi glanzend kan krijgen en glad, dat je het ook bij de klant zo kan krijgen. Want een dolhead feunen is altijd net even wat moeilijker. Ik ga jullie het ABC feunen uitleggen, hoe je het makkelijkste kan feunen, en een krultangtechniek ga ik daarbij gebruiken. Nou, de krultang is een wat dikkere krultang. Ik hoop dat jullie die zelf ook hebben. Daarmee kan je net een wat mooier resultaat mee verkrijgen. De producten die ik ga gebruiken is de volume gel van Kiss en een serum, de Glam Shine. Want we hebben het namelijk geblondeerd, het haar, dus ik moet het ook wat rustiger maken en voor de glans. En dan gebruik ik een working spray, een niet te harde haarlak van Kera spray voor mijn krultangtechniek om uiteindelijk nog die mooie slag erin te leggen. Nou, dit is dus de opdracht voor 4 januari. De 11e januari plaats ik mijn tweede filmpje. En het tweede filmpje zal een shaggy look worden. Dat gaan we op dezelfde dolhead gaan we dat uitvoeren. Daar zit een highlight techniek erbij om met zo weinig mogelijk folies een heel groot eindresultaat te verkrijgen. En ook dan gaan we het feunen en gaan we het stylen, maar weer op een andere manier. Nou, wat jullie daarvoor nodig hebben, zal ik later, na 4 januari, zal ik dat plaatsen. En dan de allerlaatste, die gaan we ook weer op dezelfde dolhead gaan we die toepassen. En dat is een balayage met een uitgroei. Dus of je klant is grijs en die wil een balayage, of je klant heeft highlights tot aan de aanzet, of ze is helemaal blond en je wilt terug naar een balayage. En die gaan we dan ook uitvoeren. Dan zit je ook nog een beetje met het voorpigmentierverhaal, daar neem ik jullie ook in mee. Maar die is dan 18 januari. Nou, dan gaan we met krullen werken, dus met een diffuser en een krultang, maar ook dat filmpje zal ik dan nog plaatsen. Maar wat nu aan jullie wanneer je vragen hebt aan mij? Dus stel je voor, 4 januari plaats ik mijn filmpje en je wil iets aan me vragen persoonlijk. Dan vraag ik jullie om een foto te maken van jullie dolhead, dan je vraag te mailen naar natasja@kappers.eu. En die zal je dan moeten mailen voor woensdag. De datum erop, even nadenken, 4, 5, 6, dat is dan de 6e, voor 1 uur. Want dan kan ik namelijk woensdagmiddag jullie alle vragen en je kan ik jullie allemaal inplannen. En dan donderdag zal ik dan met jullie een FaceTime gesprek hebben van maximaal 10 minuten. En stel je nou voor dat de vragen enorm zijn, dan zal ik die vragen die donderdag samen met een collega allemaal beantwoorden. Nou, ik heb dus die gesprekken heb ik dus gepland even spieken op 7 januari, de donderdag, op 14 januari. Maar dan bij de laatste film, dan verplaats ik hem naar 28 januari. Want wanneer wij 20 januari weer volop open mogen, heeft niemand tijd om nog eventjes met mij een gesprekje te hebben met FaceTime. En ik persoonlijk zelf natuurlijk ook niet, want dan ben ik ook druk in de salon bezig. Maar ontzettend leuk dat er zoveel animo is. En nou ja, net wat ik zeg. Of je bestelt de slip-on bij ons op onderstaande nummer. Of je hebt zelf nog een slip-on. Je mag met je eigen producten mag je werken. Maar als je denkt ik wil graag Natasja volgen met de KISS-producten, dan kan je ze ook op onderstaand telefoonnummer kan je ze bestellen. En nou ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk om met jullie deze training aan te gaan. Dat we toch heerlijk bezig kunnen zijn. En vergeet niet je eigen te abonneren op mijn kanaal. Een duimpje te zetten onder dit bericht. En eronder te schrijven ik doe mee met je naam. Dat ik weet wie dat er met de training meedoen. Maar ik zou zeggen, tot 4 januari allemaal. Muah.